Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers. Goedenavond, welkom bij FC Rijnmond. We zijn er deze maandagavond met Henk van Stee, technisch manager van Sparta. Hartelijk welkom Henk, leuk je weer te zien. Sinclair Bisschop en Ruud van Os, die zijn er ook. Henk, nu ongeveer dik half jaar onderweg, volgens mij, als technisch manager bij Sparta. 10 versterkingen gehaald. Wie is de beste van die 10? Oh, de 10 die het beste is. Waar ben je het meeste blij mee? Het meest verrassende. Royston Drenthe. Royston. Ja, Royston Drenthe, dat is natuurlijk... Maar heb je die gehaald of is die binnenkomen lopen? Nee, die hebben we, nou, dat was natuurlijk best wel een verhaal apart. Die hadden we eigenlijk 6 weken voordat de voorbereiding begon, had hij zich via van, ja, ik heb weer interesse in te voetballen. Toen zijn Henk Vrees en ik samen gaan praten, 4 weken. Ik zei, ja, oké, Royston, maar dan moet je wel eerst nog een aantal kilo afvallen. En laten we maar over 4 weken kijken of wat. 4 weken later, inderdaad, een week voordat de voorbereiding kwam, is Royston, oké, Royston, je krijgt de kans. Maar laten we nou alsjeblieft in de media, en maar ook intern bij Sparta, vertellen dat je gewoon een stage komt lopen voor. Weet je? Want ik dacht, ik zag erbij hangen natuurlijk bij de overige bestuursleden en wat haal je nu weer in huis. Maar je zag die drive in zijn ogen. Dat heb ik in het verleden ooit van 1 speler gehad van Winston Bogarde. En dat zag je bij Royston ook. Dat de drive van ik wil en ik moet weer presteren. En, ja, dat heeft hij rustig opgepakt. En hij doet het echt geweldig in die zin. Hij verwoordt hetgeen wat we Sparta graag willen zien. De onverzettelijkheid, de kosten van alles willen winnen. Maar ik zou hem snel vastleggen voor de komende jaar. Want volgend jaar, ja, hij kan zo in de Eredivisie mee. Maar hij wil met Sparta in de Eredivisie gaan spelen. Ja, misschien gaan wij wel in de Eredivisie spelen, dat is wel de doelstelling. Ja. We gaan er zo meteen uitgebreid over door, over het Sparta van nu, met dus Henk van Stee als technisch manager, maar eerst Feyenoord. Want daar wordt de sfeer wel steeds vervelender. Na de 1-1 bij Willem II staat Feyenoord nog wel derde in de Eredivisie, maar het spel is stroef en met name zorgelijk. En Henk, Feyenoord speelt gisteren eigenlijk misschien wel met de sterkst mogelijke opstellingen, omdat Jurgensen weer terug is. Eigenlijk zou je alleen kunnen zeggen, ja, Malasia speelt voor de geblesseerde Haps. Maar verder is het geraamte zoals het er ongeveer moet zijn. Is dit dan het beste wat Feyenoord te bieden heeft? Ja, nou ja, wat zorgelijk is voor elke supporter, is dat ja, op dit moment is het maximale haalbare de best of the rest. En dat de Ajax en de PSV toch... Ja, duidelijk aantonen dat ze vele malen beter zijn. Maar zelfs daar zijn zorgen over, Henk. Of Feyenoord dan wel de best of the rest kan worden met dit spel. Maar normaal gesproken denk ik als Feyenoord, als je het praat over een topclub, die moet minimaal tot 5 wedstrijden voor het einde van de competitie meedoen voor een Champions League plaats. En natuurlijk, het kan nog steeds, want de competitie is met 8 wedstrijden weg. Maar als je kijkt naar de wedstrijden die ze verloren hebben, de Graafschap verloren, Willem II nu gelijk. En met ja, toch wel een beetje alleen maar door de uitzonderlijke klasse van Robin van Persie. Pak je de 2 thuiswedstrijden, ja, dat is nou niet dat ik denk van het overloop van die, en dan moet je van kwaliteit, afvragen, hè, van, wil je zeggen. Ja, en dan ga je afvragen, hoe komt dat, waar ligt dat aan, is dat de trainen, zijn dat de spelers, et cetera, et cetera. Nou ja, en wat is het plan, Sinclair, zie jij een plan bij Feyenoord? Nou, er zal ongetwijfeld wel een plan zijn, maar de vraag is dan ook, voeren de spelers wel een plan uit? Want afgelopen vrijdag op de persconferentie ging het er ook over, hè. We wisten van tevoren al dat Willem II met Adrie Koster gelijk druk ging zetten. Nou, op de persconferentie had hij wel een mooi verhaal hoe hij er onderuit wilde spelen. Maar ja, dat in praktijk kwam dat er niet uit. En laat wil ik zijn, het is al weken is het veldspel veel te traag. En ja, nou valt het kwartje een keer de verkeerde kant op. Maar tegen AZ, tegen Utrecht, tegen Vitesse had Feyenoord die wedstrijd ook net zo goed kunnen verliezen. Hè. Toen ging het net de goede kant op. Dus dit zat er wel allemaal een beetje aan te komen. En het lijkt toch dat die formatie die nu wordt neergezet, jij noemt het net de sterkste 11. Maar misschien moet er toch in die formatie nog wel wat worden gewisseld. Misschien moet wat dan? Er wel... Misschien moet een Tapia wel gaan spelen. Is een jongen die wel wat meer risico in zijn spel legt. Daar houdt Van Bronckhorst niet echt van. Misschien moet zo'n jongen wel gaan spelen. Plek, Mo Elhan Koeri. Wie is de plek dan, Tapia? Dan denk je op Klaasie bijvoorbeeld. Die gisteren overigens wel een redelijk niveau haalde. Maar de laatste weken toch ook niet echt zijn niveau bij Feyenoord haalt. En dus, Ruud, begint die kritiek op Van Bronckhorst echt wel met de week nu een beetje toe te nemen. Ook gisteren weer op zijn wisselbeleid. Hè. 10 minuten voor tijd wilde hij een slot op de deur zetten bij die 1-0 voorsprong. Door Van Beek te brengen en Larsson eruit te halen. Snap jij die kritiek? Dat snap ik wel. Want dat is kritiek die er altijd is geweest. Alleen die weg was op het moment dat er iets te vieren viel. Maar die kritiek op het spel van Feyenoord onder leiding van Van Bronckhorst is er gewoon altijd geweest. En dat zal ook denk ik niet gaan veranderen. Want ik heb niet het idee dat hij een trainer is die heel veel kan veranderen. Ik noem het altijd maar een beetje toeval. Hè. Het gaat zoals het gaat bij Van Bronckhorst en gaat het goed. Nou, dan zijn we allemaal blij en gaat het slecht.
Ja, dan dikke pech, want hij heeft niet de tools om het te veranderen. En dat, ik vind het zo moeilijk om het daarin te verplaatsen, want hij zit toch met collega's, met assistenten. Met Gastel, in het verleden zat hij met Wouter. Die hebben nog de hele week zijn die aan het nadenken om dat wat jij nu net aan het beter te krijgen. Ik vind het mooi als trainers me verrassen. Ronald Koeman kan mij als trainer wel eens verrassen. Van Gaal uiteraard kan dat ook. Hey, je hebt trainers, Alex Pastoor vond ik ook bij op een ander niveau, heel duidelijk. Maar kon dat ook, die kon je verrassen. En bij Van Bronckhorst word ik nooit verrast. Het is allemaal zo voorspelbaar. En dan die wissel van Beke erin en Larsson eraf. Ja, dan roep je het een beetje over je af. Ja, en dan Van Beek ook nog eens zo invallen. Ja, dan zit het ook even niet mee. Maar eens luisteren naar wat Van Bronckhorst er zelf over te zeggen had. Over de wissels gisteren in Tilburg. Het is altijd heel makkelijk, maar dat hebben we wel. We hebben wel eens vaker die discussie met alle beslissingen die dan even niet mijn kant op gaan, op de club van mijn team. Dan is het een verkeerde wissel. En ik begrijp dat je dat wil vragen, maar uiteindelijk denk ik niet dat we door die wissel het gelijke spel hier hebben. Het komt om keuzes aan de bal die wij niet goed doen. En dat heeft niks te maken met Sven, maar ik begrijp je vraag hoor, want dat is niet de eerste die je mee stelt. De laatste weken wonnen jullie weliswaar, maar dat ging ook nipt. Hè? En dan kan het nu een keer de andere kant op vallen. En nu valt hij in de slotfase een keertje tegen. Hoe komt het dat het dan toch zo stroef loopt, dat jullie moeizaam wedstrijden winnen? Ja, dat is een hele goede vraag. Iedereen vraagt het natuurlijk af, wij zelf ook. Want we hebben de fases deze competitie laten zien, ondanks dat het niet heel vaak is gebeurd. Maar we weten dat we het kunnen. Maar ja, dat het niet uitkomt is een hele goede vraag. Ik bedoel, iedereen werkt keihard. En ja, je wilt zo snel mogelijk natuurlijk proberen om te draaien, om in een flow te komen waarin je goed voetbal kan spelen en ook wat gemakkelijke wedstrijden kan winnen. En dat is de fase waarin we nu zitten, dat dat allemaal niet zo is. En dan moeten wij keihard werken voor elk goal en voor elk punt eigenlijk. Dus dat is onszelf kwalijk te nemen. Geloof jij, hoe kort we ook nog in de competitie zitten, dat plek 3 of misschien meer nog mogelijk is? Nee, ik niet. Als ik nu naar kijk, de manier van spelen. En je kent na zoveel jaar, ken je de spelers van Feyenoord goed genoeg. Dan heb ik het idee dat Ajax en PSV een enorme stap hebben gemaakt. Ajax met name het verfrissende spel van Tadic. Mm-hmm. Ja. Kijk, dat ontbreken bij Feyenoord een beetje. Ja, je hebt verleden jaar heb je natuurlijk met Berghuis, dat was die hebben een bepaalde progressie gemaakt. Blijft nu een beetje staan, want die was iedere keer wel een enorme meerwaarde. Maar je hebt een verfrissing nodig à la Tadic die alles weer meetrekt. Het is nu een beetje, het is in mijn optiek hoe ik ze nu zie, het is heel erg stroperig. Maar ik denk nog steeds dat Feyenoord genoeg kwaliteit in zich heeft om de komende periode toch wel makkelijk derde te worden. Ja, en ik maak de vergelijking met Ajax. Over 3 weken is die klassieker trouwens in de Amsterdam Arena. En als je Ajax gisteren bezig ziet tegen AZ en midweeks tegen Bayern München, ja, dan hou ik mijn hart een beetje vast hoor. Of moet ik me niet zo aanstellen? Jij weet dat, hè? Dan is Feyenoord op zijn sterkst, hè? Als we er niks van verwachten. Absoluut. Al schrok ik wel gisteren hoe AZ toch een beetje misschien op dit moment vergelijkbaar met Feyenoord. Zagen we laatst natuurlijk met AZ Feyenoord dat die ploegen misschien wel een beetje van het gelijke niveau zijn. Hoe AZ daar werd afgeslacht. Feyenoord moet daar niet naïef gaan spelen. Maar goed, Van Bronckhorst kennende zal die zich wel heel erg aanpassen. Verdedigend spel. En dan zou het misschien wel een wedstrijd kunnen worden. Al hebben we dat de laatste jaren in Arena wel vaker gedacht. Dus op dit moment zeker moet je hart vasthouden. Ja, gelukkig nog 3 weken vanaf nu van ons verwijderd. Eerst Feyenoord pek nog precies, even. Precies. We hebben ook aan deze tafel vaker Tyrell Malacia geroemd. Jonge speler, snelle opkomst, felle voetballer, leuk om naar te kijken. Speelt dan gisteren slecht. Moet je dat accepteren bij zo'n jonge voetballer? Of kan je dat niet permitteren bij Feyenoord? Dat moet je accepteren, want de 10 om hem heen, niet alle 10, maar veel van de 10 om hem heen speelt ook niet goed. Dus dat is nou eenmaal zo. Ik zorg wel trouwens van de tackle die met gele kaart op zak maakte. Hè, ja. Op Crowley en de voet in het... in de knieholte van... laten we hopen dat het geen vooronderzoek voor hem gaat opleveren. Want ik vond het een grove overtreding. Zeker. Nou goed, Feyenoord dus niet best gisteren in Tilburg. Excelsior was helemaal niet best op bezoek bij PEC Zwolle. Dus leed Excelsior voor de 3e keer dit seizoen een nederlaag. Wat was er met het leuke voetballende Excelsior aan de hand? Ja, ik begreep het ook niet. Mounir Elhamdoui startte in de basis. Misschien dat je hem wel moet afvragen of die al zo snel voor de basis. Want de laatste weken marcheerde het eigenlijk wel goed, hè? Maar, Messaoud was geschorst, dus misschien. Ik had misschien eerder gedacht dat misschien Dennis Mamoudov, die toch vaak goed invalt, wat meer bewegelijker, dat die op termijn zal Mounir Elhamdoui ongetwijfeld aan het elftal komen. Maar het is nu wel heel snel gegaan, hè? Nog geen maand geleden diende die zich aan, nog nauwelijks gedaan. En nu al een basisplaats, vind ik toch redelijk snel. En ja, het lag natuurlijk niet alleen daaraan. Keeper die een enorme fout maakte, een hofdee, maar goed.
Dat mag ook wel eens mee, Excelsior. Vond jij dat? Zit je nou te knikken dat je het geen fout vond? Nou, ik vond het wel meevallen. Ik vond het een fout dat de Matthij geen enkele druk op de bal had, waardoor Van Duinen zo kon schieten. Maar het is toch gewoon een keepersblunder? Ik zeg niet dat hij hem niet had kunnen hebben. Ik vind alleen, hij wordt nu afgeslacht. En ik hoor niemand zeggen, ja, maar Matthij... Nee, dat doen we niet. We zeggen dat het een blunder is. Nee. In den landen, in de krant en op andere media. Maar ik hoor niemand zeggen, joh, Matthij, zou je niet eens even een beetje beter verdedigen op Van Duinen? Ja. Altijd maar heel snel naar die keepers wijzen. Wat nam de trainer van Excelsior, Adrie Poldervaart, zijn ploeg tegen Pek kwalijk? Ga niet om kwalijk nemen, dat neem ik mezelf kwalijk. We hebben het hier voor elkaar gekregen om te zorgen dat onze ploeg hier uitermate en optimaal geprepareerd is. Om te zorgen dat Gries Zwolle het moeilijk kan maken. De overtuiging heeft gewoon ontbroken en dat is zo slordig. Want dat is wel hetgeen wat je nodig hebt, want dan kan je wel gewoon op 8-12 staan. En dan heb je een fantastische terugreis. En je moet, ik heb het laten zien van tevoren, wat ben je bereid om erin te stoppen om iets te bereiken? Nou ja goed, vandaag was dat te weinig, veel te weinig. Wat is jouw indruk van het Excelsior tot nu toe op een kwart van de competitie? Nou, laat ik even opstellen dat ik vind dat Adrie Poldervaart het heel goed doet. Ja, hè? Ja, want, dat verrast ons toch aangenaam, toch? Ja, nou niet echt. Ik ken Adrie aardig van de afgelopen 10, 15 jaar in het amateurvoetbal. En dit is zo'n gedreven man die dat toch wel overbrengt op een bepaalde manier. En ja, natuurlijk heb Excelsior het geluk dat er 7-8 ploegen van de minimaal dezelfde kwaliteiten zijn. En daar doet hij het op dit moment heel erg goed met zijn eigen kwaliteit. En ja, die aankopen die hij heeft gedaan, die zijn goed uitgepakt. Namelijk de voorwaarts. Zeker, zeker. Goed, dan naar jouw ploeg. Sparta, actief dus in de eerste divisie. Een punt in de topper bij Go Ahead Eagles vrijdagavond, 2-2. Ik denk dat je eigenlijk best wel opgelucht was met dat puntje, of niet? Ja, vooraf niet. Want vooraf gaan we alleen maar om wedstrijden te winnen. Maar achteraf, ja, als je 2-0 achter staat en je maakt in de laatste minuut 2-2. En nog met een beetje geluk schop je die derde erin. Ja, dan ga je toch ben je toch wel een morele winnaar in zo'n wedstrijd. En dat geeft toch wel weer hoop voor de aankomende wedstrijden. Ik ben benieuwd hoe jouw dagen er nu uitzien en wat jij de laatste maanden allemaal hebt gedaan bij Sparta. Maar eerst nog eventjes wat betreft het spel van dit moment. Gisteren zei Henk Vreese bij de collega's van de NOS dat hij het huidige systeem van Sparta dat hij heeft geïmplementeerd, hè, het 5-3-2, dat hij dat toch eens tegen het licht gaat houden. Is dat nou allemaal wel zo verstandig? Komt Lars Veldwijk dan wel echt tot zijn recht? Wat vindt de technisch manager? Nou, laat me even eens opstellen dat... Je gaat daar niet zeggen, daar ga ik niet over, want je hebt vast een mening. Nee, ik heb absoluut een mening. Ja. Ik vind dat Henk Vreese en zijn staf hebben wel degelijk een plan. En dat werkt in de voorbereiding geweldig. Daar trainen ze ook bewust op. En dat leverde op een gegeven moment heel goed voetbal in de voorbereiding op. En in de competitie hebben we daar periodes goed mee gespeeld. Den Bosch speelde het goed. We speelden nog een paar wedstrijden goed. Maar niet hele wedstrijden. Maar we hebben enorm veel kansen gehad in het... Jullie noemen het 5-3-2, maar wij noemen het 3-5-2. En we hebben zoveel veel kansen gehad. En als maar een derde van die kansen benut zouden worden, nou, dan hadden een aantal spelers... Of Veldwijk nu topscorer geweest. Alleen Veldwijk, ook andere spelers. Ja. Dus ja, ik vind het te makkelijk om de speelwijze. Alleen het oog nu, we terugvallen op het 4-3-3. Bepaalde wedstrijden, Dordrecht 90 was dat zo. En nu ook tegen... Onze grote vrienden Eagles. Dat het komt door de speelwijze. Maar iedereen vergeet ook wel dat Bart Vriends nu niet aanwezig was deze twee wedstrijden. Vier goals tegen. En die andere wedstrijden hebben 5 gespeeld. 13 punten en 0 doelpunten tegen. Maar ik ga dus Bart Vriends is onmisbaar? Bart Vriends is op dit moment, doet hij het uitstekend. Maar ik ga nou niet zeggen, maar dat heb Henk Vreese al bij Perin gezegd. Het systeem is niet heilig. Maar Henk is geen trainer die van de hak op de tak springt. Nee. Nee, dat blijkt. En dat gaat met spelers. Spelers krijgen heel veel vertrouwen van hem. De speelwijze krijgt vertrouwen in hem. Ja, nu is er een fase gekomen dat hij nu in dubio zit. Wat gaan we doen? En dan is het aan hem om eerst met de spelersgroep daarover te praten. Want je mag geen verdeeldheid krijgen binnen je groep. Mm-hmm. Want ik weet wat donders goed hoe de supporters erover denken. Maar op het moment die willen graag 4-3-3. Die willen, ik ga je zeggen dat de supporters liever misschien maar 3-5-2 willen hebben. Maar dan moeten die mensen aan de buitenkant wel heel diep spelen. Wat vindt de Spartaan aan tafel van deze tactische discussie? Ik hou niet zo van tactische discussies. Ik kijk naar de wedstrijd. Ik was in Deventer afgelopen vrijdagavond. En wat ik dan zie, is bijvoorbeeld een Veldwijk met daarom die Rai. En dan denk ik zo, Rai ook, want iedereen kijkt dan naar Veldwijk. Ik vind dat Rai ook te weinig brengt. Tuurlijk, die assist, die was goed. Maar voor de rest vind ik het ook te mager. Dus het is ook maar, gaat er ook maar net om, wie zet je om Lars Veldwijk heen? Mm-hmm. He, je kan allemaal wel naar hem kijken en zeggen, die aanvoert, bla bla bla. Maar op het moment dat hij een kans krijgt, schiet hij hem er wel gewoon goed in. Had wel in de eerste helft, kreeg hij een enorme kopkans. Die had hij dan wel weer mogen maken. Dus kijk, ik vind 3-5-2 of 5-3-2, Drenthe en Dabo spelen zo hoog
dat in balbezit is er geen sprake van 5-3-2. Dan is het echt 3-5-2. Ja, ze zijn bijna vleugelaanvallers. En de drive van Drenthe zorgt ervoor dat hij in dit systeem goed tot zijn recht kan komen. Dus ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt hoe je speelt, maar met wie je speelt. Ja. Wat doe jij nu eigenlijk, Henk? Ik bedoel, je bent technisch manager. Het is nu midden in de competitie. Je kan geen spelers halen of verkopen. Ja. Hoe laat ben je 's ochtends op het stadion? Nee, ik ben 's morgens ben ik om 7:30 op het stadion. Pardon? Ja, nee, maar dat is niet. Ik ben niet de eerste, hoor. Er zijn de andere mensen die nog wel eerder zijn. Maar dan kan je je administratie doen. En dan daarna komen de trainers. Ze komen al om 9:00 aanzetten. Ja, voor je dat het weet, is het alweer 12:00. Dan wordt het getraind. Komen dus middags. Heb je managers op bezoek. Kijkt die trainingen ook allemaal? Ik kijk altijd de trainingen, ja. En dan heb je in principe je eigen netwerk. De contacten moet je onderhouden. Je moet heel veel wedstrijden kijken. Ook dat is allemaal weer 's avonds natuurlijk. Ook wedstrijden waarvan je denkt van ja, ik kijk als liefhebber. Niet dat je weet dat je ze kan halen. Want ik vind het ook leuk om Liverpool te bekijken. Of Bayern München of Barcelona. Ja, dan spelen geen toekomstige Spartanen. Nou, je weet het nooit. Daar spelen geen toekomstige Spartanen. Van Barcelona 2, kan zomaar zo zijn. Ja, van Bayern München 2. Nee, maar het is gewoon, je moet op de hoogte blijven van de internationale markt. En daarnaast, ja, je netwerk. En het zijn hele lange dagen, maar dat doe je met zoveel plezier. Maar lange dagen, Henk. Jouw voorganger combineerde het met een hoofdtrainerschap. Ja, maar dat heb ik ook bij het begin al aangegeven. En dat is niks ten nadele van Pastoor. Ik heb het zelf gedaan toen ik hoofdtrainer was bij AZ. Moest ik even genoodzaakt technisch manager spelen. Waren ze tevreden over? Dan had ik ineens alle twee die functies 2 jaar lang. Het is onmogelijk om die twee functies goed uit te voeren. Dat is qua kwaliteit niet mogelijk, maar ook qua in de uitvoering is het niet onmogelijk als je het goed wilt doen. Jij draagt de RVNAV ook een warm hart toe, de amateurtak. Ben je daar ook mee bezig om dat te structureren? Want dat wil niet echt vlot, hè? De profs en de amateur samen. Nou, ik was haast te laat hier, omdat ik gewoon 2 uur lang met de voorzitter en de vicevoorzitter in gesprek was. Om te proberen als een beetje als een katalysator zorgen dat die twee naar elkaar komen. Want ik heb altijd gesproken, en zo praat ik nog steeds, over één Sparta. Je moet praten over Sparta-Rotterdam. En of het nou de RVNAV of de BVO, joh, het zou mij verder een woord zijn. Als je over Sparta-Rotterdam praat, daar is de RVNAV een onderdeeltje van. Daar is de cricket een stukje onderdeel van. Daar is de honkbal, weet ik veel. Dat bestaat helaas niet meer. Maar bij wijze van spreken, kijk, je moet praten over Sparta-Rotterdam. En de RVNAV, ik geloof in het verenigingsleven, ja. Oh, ik heb dat zelf in het buitenland meegemaakt, in Rusland en Oekraïne. Dat wij in Nederland beseffen niet wat het verenigingsleven betekent in Nederland. Dat basis is van het succes van het Nederlandse voetbal. Er gaan amateurclubs mee. Maar in elke hoek van de straat, in elk dorp heb ik wel eens gezegd. Dan heb je 2 dingen. Dan, je hebt een kroeg en je hebt voetbalvelden. Ja, dat heb je in het buitenland niet. En als kinderen van 5, 6, 7 jaar kunnen voetballen. Ja, dan komen automatisch daar talenten uit. En omwille van de tijd wil ik toch ook, want ja. Ik vind het een interessant verhaal, maar we moeten door, want ja. We hebben andere zaken ook nog te doen. Bijvoorbeeld toch ook nog eventjes actuele zaken rondom de selectie. Roy Kortsmit bijvoorbeeld, die loopt aan het einde van dit seizoen uit zijn contract. De keeper, ga je er alles aan doen om hem de komende winter te verkopen, om er nog wat aan over te houden? Nou, Kortsmit moet zorgen dat wij met ten koste van alles willen behouden. Je moet bij maar dan loopt hij van de zomer loopt hij gratis de deur uit. Waarom? Misschien vindt hij het wel geweldig bij Sparta te spelen. Nee, hij heeft de vorige keer al verlengd en toen heeft hij gezegd, dan kan Sparta tenminste nog een keer wat aan me verdienen. Ja, maar dan moet Roy wel gaan zorgen dat hij hele seizoen gaat spelen. Nee, Roy is een uitstekende keeper en we zijn heel blij met hem. Ja. In ieder geval, ik praat niet op persoonlijke titel, maar ik weet dat de staf er ook zo over denkt. En we gaan dadelijk in januari gaan we maar eens kijken hoe Roy erin staat, hoe wij erin staan. En dan gaan we met z'n allen maar het besluit nemen. Maar ik hou er niet van om vroegtijdig al met een bepaalde categorie spelers te praten. Jonge talenten die nog heel doorgroeien hebben en die we absoluut zich door willen ontwikkelen bij Sparta. Dat is een ander verhaal. Roy moet ook zelf heel graag bij Sparta willen blijven. Mm. Ja? En wij moeten ook zo in onze staf moeten gaan bespreken, willen wij Roy wel voor een langere periode bij Sparta houden. Dus ik ga van 2 kanten. Is hij ernstig geblesseerd geraakt? Nee. Ja, tuurlijk. Roy die heeft wel een paar tikjes gehad. Maar wij gaan ervan uit dat Roy aanstaande vrijdag of in zondag of zeker die week erop, dat hij er weer staat. Mooi zondag, een mooie wedstrijd op het kasteel. Cambuur, daar gaan jullie tegen spelen, speelde tegen FC Dordrecht. Wij hebben aan deze tafel toch al enkele weken onze zorgen uitgesproken over Dordrecht Sinclair. Maar ineens winnen ze gewoon met 3-1. Eerste overwinning van het seizoen. Anders keek ik hè? Ja, play-offs was dat. Maar ja, dat zou Henk misschien ook wel beamen. Dordrecht speelde een week daarvoor op het kasteel gewoon echt een helft prima voetbal. En toen zag je echt wel dat de stijgende lijnen was. Ze hebben echt wel veel mogelijkheden. Hij heeft aan het begin van het jaar daar Maletic geprobeerd in de spits. Nou, dat was hem niet.
Met name Seintje is toch een goede voetballer daarvoor in. En langzaam maar zeker zit daar voetbal in. En ik hoop dat ze die lijn door kunnen zetten. Maar het was echt een prima verdiende overwinning op Cambuur. Ruud, met één ding wil ik jou nog even bespreken. Afgelopen weekend kwam het nieuws naar buiten dat Bert Nedelhoff is overleden. Rotterdams voetbaljournalist, groot Excelsior supporter bovendien. Heeft hij ook aan tafel gezeten, ja. Naast jou? Ja, is een hele bijzondere man. Hè. Je bent vaak geneigd te zeggen, vroeger was alles beter. Nou, dat is niet zo. Maar als je kijkt naar Bert Nedelhoff, toch wel een beetje wel. Want dat was eentje van de oude stempel, maar eentje die het wist hoe het hoorde. En ook een begenadigd schrijver. Nou, toen hij hier zat, mooie verhalen. En laten we vooral niet vergeten wie aan Bert Nedelhoff denkt. Denk natuurlijk aan het EK 88. Ja. Waarbij zeg maar Jack van Gelder zich gedroeg als Sinclair bij Feyenoord. Bedoel ik positief. En de beschouwende Bert Nedelhoff daar de baker van rust was in dat duo. En op die manier ook erg indruk maakte. De man is helaas veel te vroeg overleden. En ik wens alle nabestaanden heel veel sterkte. En laten we gepast stilstaan bij het heen gaan van Bert Nedelhoff. Mooi gezegd. Dankjewel Ruud. Dankjewel Sinclair. Dankjewel Henk van Stee. Graag weer tot een volgende keer. Succes met Sparta. Op naar promotie. Mogen we daar vanuit gaan? Ja, we gaan ons best doen. Dat is wel de doelstelling. Mogen we daar vanuit gaan? Ja, dat weten we nooit. Maar we gaan er wel ongelooflijk ons best doen dat we in ieder geval weer heel snel naar de Eredivisie. We hopen het. Zeer bedankt voor de komst en graag tot een volgende keer. Nu andere sportzaken uit de regio. Zometeen de korfbalster Suzanne Struik, die na het aanstaande Europese kampioenschap zal stoppen als korfbal international. Ze is nu ook zelfs record international. Maar eerst Neptunus. Dat werd gisteren voor de zesde keer op rij honkbalkampioen van Nederland. En dat in de Holland-series tegen Amsterdam, waarin het toch zo slecht begon. Eerlijk gezegd moet ik zeggen dat Amsterdam gewoon de eerste twee wedstrijden heel goed speelde. En wij wat minder. En heel eerlijk gezegd, voordat de derde wedstrijd begon, zijn we iets eerder gekomen bij de club. Hebben we gewoon even gesproken met z'n allen van, hey, weet je, de manier hoe wij spelen, zo spelen wij niet. We moeten een tandje harder spelen en we moeten alle 100% geven. Het moet zo zijn dat als wij of iemand in het team klaar is met de wedstrijd, als ze in de spiegel kijken, dat ze kunnen zeggen, ik heb alles gegeven. En als we dan verliezen, is het niet erg. Ja, en je ziet het, dat iedereen gaf 100% en dan is het heel moeilijk om van ons te winnen. Er wordt altijd gezegd, zijn die jongens nog te motiveren? Maar ik denk dat het antwoord gegeven is door de jongens zelf. Dat ze bereid zijn om echt tot het gaatje te gaan. Ik kreeg een paar ballen vandaag waar ik zeg maar omheen kwam. En ik zag dat Linoy speelde best wel ver van de rechtsveld. En dat is mijn kracht. Dus ik zocht een bal om daar te slaan. En toevallig gaat hij die kant op. En we scoren daar drie punten op. Dus, De wijze waarop we dit jaar gespeeld hebben, heb ik wat meer kunnen genieten van het spel wat we hebben. En ook even wat rustiger om je heen kijken. Gewoon meer de tijd nemen om van dingen te genieten. Dat had ik vorig jaar absoluut niet. En nu ook met die 3-0, dan weet je met Kelly, en ik heb er nog 3-4 mannen achter die het kunnen doen als Kelly het niet doet. Ja, dan zit je rustiger en dan hebben we zelfs even de tijd gehad om de trui uit te doen en het petje af te doen. Dat niet allemaal naar champagne ruikt straks. Dat is een heel andere situatie dan dat het vorig jaar was. Liever win je natuurlijk thuis, maar je wilt elke wedstrijd winnen. En als we dan toevallig in Amsterdam winnen, mooi meegenomen. Als we thuis winnen is het natuurlijk perfect, maar hey, we moeten winnen. Europees kampioenschap hebben we wel thuis gewonnen, dus een beetje verdelen moet je dan. Maar elke jaar speel je voor de kampioenschap. Of ja, dat wil je doen. En als je dan in de finale staat, wil je 100% geven. En dan wil je gewoon, als je thuis komt, dat je kan zeggen of je wint of je verliest. Dat je in de spiegel kan zeggen, ik heb 100% gegeven. En ik heb het gedaan en de rest van het teamgenoten ook. Dus, zo winnen we. Volgende week maandag begint het EK korfbal en op zondag 22 oktober is de finale. Daarin zal Nederland dik winnen van België. Onlangs oefenen ze nog tegen elkaar en Oranje won twee keer met zo'n 20 goals verschil.
In alleen goud zit dan ook niet de uitdaging. Als wij kunnen domineren en echt wat wij kunnen spelen, kunnen neerzetten. En als ik daar zelf ook een goed steentje bij kan dragen, dan is voor mij het EK geslaagd. Het zijn de woorden van Suzanne Struik, speelster van PKC uit Papendrecht en record international bij de dames. Ze komt straks uit op 69 interlands en na 12 jaar oranje kiezen voor zichzelf. Ja, ik heb niet meer de beste knieën, ik heb niet meer de beste schouder. En ik merk dat ik vaak aan de kant moet stappen omdat ik denk, hé, dit gaat nu niet. En ik denk dat het daarom een mooi moment is om nu te stoppen. Plus dat ik nu vind dat ik echt nog bij de beste 6 hoor. Maar ja, ik weet ook niet hoe lang dat nog is. Dus ja, ik denk dat daarin ook een goed moment is. Jarenlang was Struik de beste van de wereld. Maar 2 zware knieblessures wierpen haar terug. Nu is ze 1 van de beste. Maar was ze vorig seizoen ver verwijderd van haar gebruikelijke niveau. Toen knaagde het wel bij de afgestudeerd psychologen. Kon ze nog wel die topper zijn die ze vroeger was? Nou, ik heb het vorig jaar wel eens gedacht, ja. Omdat ik gewoon niet echt heel lekker in mijn vel zat en dingen, het liep gewoon eigenlijk niet. Dus dat, ja, ik heb wel eens gedacht van, nou, misschien heb ik mijn plafond gewoon gehad en dat is het. Maar zo voel ik het nu niet, want ik voel me nu echt heel erg fit. Ik heb echt, misschien moet ik het even afkloppen, maar sinds tijden heb ik gewoon van trainingen geen last. En een pijnvrije Struik blijkt nog altijd tot de beste te horen. Niet meer in haar vroege rol als spits. Ze is nu iemand die meer het spel verdeelt. Nee, ja, maar ik heb ook niet het gevoel dat ik het zou volhouden om nu op die manier nog zo te spelen. Dus nee, en daar zit ook wel wat angst eigenlijk dat ik af en toe denk, ja, als ik nog op die manier ga spelen, dan ga ik weer een keer door een knie. Dus ik moet het misschien ook niet meer willen. En ik heb er wel vertrouwen in dat dat ook beter gaat dit seizoen. Want bij PKC gaat ze nog minimaal een jaar door. Maar bij het Nederlands team is het toch echt voorbij. Met nog maar 31 jaar is ze met afstand de oudste. En Struik is zelf kritisch. Eigenlijk is ze pas sinds kort een echte teamspeelster. Maar nu pas echt dat ik ook niet per se baal van als ik niet heb gescoord in een wedstrijd. En dat had ik denk ik 2 jaar geleden nog wel. Ja. Dan was ik ook wel op een andere manier aan het spelen. Maar als ik dan zelf niet had gescoord, dan kon ik daar nog steeds een slecht gevoel aan overhouden. Dat heb ik nu wel minder. Dat is best laat als je dat op je 29ste ongeveer nog steeds hebt. Ja, dat is denk ik een beetje dat. Dat is mijn ego waar ik dan last van heb. Volgende week zondag, aan het eind van de middag, is de interlandcarrière van Struik echt voorbij. 69 interlands en alle 69 gewonnen. Struik kijkt uit naar het EK en naar de nieuwe periode in haar leven. Ik heb ook wel heel veel zin in andere dingen. Ik ga werken straks na het EK. En ja, je wordt ouder, dus ja, je krijgt ook andere behoeftes, denk ik. 69 interlands spelen en ze allemaal winnen. Je zou het maar kunnen zeggen als topsporter. Tot zover de sport op deze maandag 8 oktober. FC Rijnmond is komende vrijdag natuurlijk weer terug. Daar komt onze uitzending vanaf Woudestein en staat het volledig in het teken van Excelsior. Spelers en trainer van Excelsior zullen aanschuiven bij Etienne en Geert. Graag tot dan en wat mij zelf betreft tot maandag weer, want dan zijn we er ook weer met FC Rijnmond. Goedenavond. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers.